Vanuit de haven in Hardenberg een kort verslag van de Zintintocht uit Hardenberg. Wij gaan dansen en wij gaan zingen. Het duurt nu echt niet veel langer meer. Vol verwachting klopt heel ons hart. Daarom gaan we als een beest tekeer. De zaal zit vol, we gaan uit de bol. Als het spotlicht plots op het podium schijnt. En de tent slaat compleet op beeld. Als die goede oude zin verschijnt. Put your hands in the air. Voor de Sint, onze ster. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen, we wachten al zo lang. Zonder u gaan we echt niet aan de gang. Welkom Sinterklaas. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen, het wordt een reuze feest. Bent u ooit op zo'n mega vijf geweest? Meneer Snijders, welkom ook in Hardenberg. Leuk in uw eigen gemeente natuurlijk. Wat betekent Sinterklaas voor u? Toch een hele spannende periode. Thuis merk ik, alhoewel mijn kinderen al iets ouder zijn nu, dat ze het nog steeds heel spannend vinden. En eigenlijk, het liefst zouden ze hun schoentje nog weer willen zetten. En misschien gaan ze dat ook nog wel doen vanavond. Ik neem aan dat u ook het hele jaar wel lief bent geweest. Dus u zou kunnen dat u vanavond nog wel de schoen zet? Misschien? Ik doe mijn best natuurlijk om lief te zijn. Maar misschien zet ik hem vanavond nog wel de schoen. Dat lijkt me best leuk eigenlijk. Heel verstandig. Wat vindt u ervan dat Sinterklaas een klein beetje de baas wordt over stad Hardenberg? Ik vind het prima, omdat hij... de goed heiligman zegt het al. En hij is met name goed voor de kinderen. Nou, en wie kan daar nou op tegen zijn? Het is een fantastisch feest. En er staan ontzettend veel mensen hier, vooral veel kinderen. Dus laat Sinterklaas maar mooi een dagje, of een paar dagen, een week tot 5 december, de baas zijn van Hardenberg. Doe ik het even wat rustiger aan. Lijkt me een heel goed plan. Dank u wel en veel plezier. Graag gedaan. Tot Sinterklaas. Ach, mevrouw Koen. Hallo. Hallo, hoe is het met u? Ja, goed en met u? Ik heb u al een jaar niet meer gezien. Ik ben zo blij hier weer te zijn. Naast zo'n vriendelijke burgemeester. Ik ben helemaal vereerd hier op dit plekje, moet ik zeggen. Wat fijn dat u er weer bent. Ja, en het leuke is, ik kan ook weer naar uw omroep luisteren, hè, de komende weken. Ja. Lijkt me een heel goed plan. Vind ik superleuk. Ja. Dank u wel. Veel plezier in Hardenberg deze periode. Dank u wel, mevrouw Connie. Ja, dank u wel. Mooi. Wil jij nog meer zien van de intocht van Sinterklaas? Dat kan. Woensdagmiddag 18 november om 4 uur en 's avonds om 7 uur. En zaterdag 21 november om 4 uur 's middags nog veel meer over de intocht van Sinterklaas.